lukt niet. Jawel. Welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen. Wij zijn Ali en Ellie. Ja, en het is een mooie nieuwe dag. Het is warmer dan gisteren, maar het is minder zonnig. Het is bewolkt. Ja. Maar het is wel... Drukkend. Drukkend, oké. Okay. Hier is het drukkend warm. Ja. Ik heb lekker geslapen. Jij hebt weer gespookt. Zoals gewoon. Ja, dat kwam door jou. Het begint gewoonte te worden. Dat kwam eigenlijk ook gewoon door jou. Echt niet. Jawel. Jij zei gisteravond tegen mij. Kijk jij even of de fiets er nog staat. Volgens mij is hij gejat. En toen je dat gezegd had, zeg maar. Toen ging je dromen. Toen lag ik gewoon helemaal niet meer lekker in mijn bed. Toen hoorde ik gewoon elk geluidje. Okay. Dus ik heb 2 uur zien worden vannacht. Nou, lekker. Maar de fiets staat er nog steeds. Onder dat gekke kleed. Dus paniek om niks. Het gaat helemaal nergens over. Maar ja, zij had dat gewoon eigenlijk niet tegen mij moeten zeggen. Want daarna was ik gewoon achterdochtig. En we hoorden serieus ook echt geluid hier. Wil jij eruit? Nee, jij moet even de gasfles voor mij openmaken. Kijk, ik ga het ze nu even doen. Dan kan ik een eitje koken. Want ik wil eventjes een beetje opschieten. Ja, want, dat we elkaar niet tegengekomen zijn. Ja. Ik wil even een beetje opschieten. Want ik wil naar de markt. Ik ga nooit naar de markt. Ik weet ook niet waarom ik hier naar de markt wil. Maar het leek me gewoon wel een beetje een keertje leuk. Ik dacht Ruurlo is een markt. En in Groenlo? Nou, ik weet niet. Ali heeft het gisteren wel opgenoemd. Maar ja, het leek me leuk. Wij gaan toch maar eventjes koffie doen bij de caravan. We zouden eigenlijk naar Ruurlo, naar de markt. Maar ik zeg tegen Nel, dan wordt het zo laat voordat wij eindelijk koffie hebben. En het is nu volgens mij al iets van 11:15. En ik krijg hoofdpijn als ik geen koffie krijg op tijd. Dat is waar. Dus wij gaan lekker hier in de zon. Stoeltjes staan al klaar. En dan wachten op de waterkoker en dan kunnen we koffie drinken. En dan gaan we op de fiets naar Ruurlo. Zin in. Ik kan zo genieten van koffie. Van die geur alleen al. Nou, wij zijn klaar voor vertrek. Wij gaan naar Ruurlo. Ruurlo? Ruur. Oh, dat je luurloos uit. Ali heeft de fiets al klaargezet. En let's go. Nou, wij zijn in Ruurlo. We gaan even de fiets vastzetten. Wij hebben zo'n vouwslot bij de fiets. En we kunnen hem hier mooi aan het paaltje zetten. Zal ik die sleutels in de tas doen? Ja. En dan gaan we hier even kijken. Het ziet er wel gezellig uit. Er is hier ook markt. En het is vrijdag, dus een leuk klein dorpje. Leuk. Jij wilde toch naar de markt in Ruurlo? Ja. Kijk even. De markt is afgelopen. We zijn lekker op tijd. Er stond de groentekraam, bloemen. Want hoe laat is het nu? Kapucijners en dopperten. Kwart voor één. Ik had het toch voorspeld? Wij zijn na 12 uur komen we pas in actie. Even goed, even leuk om er doorheen te lopen, toch? Door Ruurlo. Ja,
We nemen jullie even mee. Volgens mij zat hier ook een Hema. Ja. Ik denk die kant op. Oké. Okay. We gaan even naar de Hema. Wij zijn onderweg naar de Heikamp. Dat is een pannenkoekenrestaurant. Ja, we gaan pannenkoeken eten. Wij gaan lekkere pannenkoekjes eten, inderdaad. Wij zijn hier al eens geweest, een paar jaar terug. Ja, toen hadden we een overnachting gewonnen. Ja. In de, ja, je kan daar volgens mij niet eens slapen, maar toen hadden ze daar leuke... Het was een pop-up camping, ja, hadden ze daar opgezet. En dan hadden wij één overnachting gewonnen. En dat vonden we toen zo leuk. En dus lekker. We zeiden tegen elkaar, we gaan nu gewoon lekker een pannenkoekje eten daar. Ja. Dus bij Ruurlo, in de buurt. Volgens mij 2 kilometer verderop. We zijn er. Ja. Je hebt verschillende wandelroutes vanuit deze locatie. Wij hebben toen de tijd, hebben we Liefdespad gelopen. Ja, en hebben we ook niet de uitbuikroute gedaan? Oh ja, toen hebben we 2 routes gedaan. Ja, 2 gedaan. Ja, dat was het, ja. Het is heel mooi hier hoor. Maar die Liefdespad is ook leuk. Vond ik ook leuk. Ja, het was een mooie wandeling. Ja. Volgens mij iets van 5 kilometer. Ja, toch? Die was ook niet zo heel lang. Ja, de kilometers staan er niet bij. Nou, volgens mij staat het daar, op dat bordje. Oh, oké. Okay. Hier heb je de tips. Nou, hier valt gewoon echt genoeg te beleven. Het kasteel heb je van de camping. Hier is dus ook dat klimbos. En dan kan je hier aanmelden. Dat is ook heel leuk. Kijk, hier staan die kilometers erbij. Oh ja, ja. Op die bordjes. Oh, superleuk hier. Maar wij gaan even een pannenkoekje eten. Ik heb honger. Appetee, wil jij dit ook? Volgens mij heb jij zin in een pannenkoek. Ja, was ook zo. Maar ik wil ook van jou proeven. Nou, wat lief. Ik wil ook van jou proeven, ja? Mag ja, dat? Okay. Zullen we anders de helft doen? Even splitten? Ja. Nou, eet smakelijk, hè? Ja, jij ook. Oh ja, voordat wij beginnen, dan geven we wat achtergrondinformatie. Hier staat meervoudig kampioen, pannenkoekenbakken. Ja. Mm, heerlijk. Echt lekker. Wij zijn onderweg naar Lochem en we komen dit mooie kasteeltje tegen. En er is ook een trouwerij, volgens mij, want er staan allemaal mensen op de brug. Maar wat een prachtige locatie. Ja, maar wat is het hier? Zijn ze trouwerig allemaal? Want bij de Heikamp trouwde er ook al iemand. Hier is volgens mij een trouwerij. Ja. Het is echt zo'n trouwdag. Hier heb je een lekker terrasje. Of een hotel, wat is het? Super mooi. Nou, wij zijn gezellig in Lochem en we gaan even naar, ja, zeg jij het even. Siloart. Hier blijkt een Siloart tour te zijn in de Achterhoek.
En dat zijn kunstwerken op silo's en andere objecten volgens mij. We gaan mij. Het even bekijken. Het is zo gezellig hier, rond achter die kerk zijn allemaal terrasjes en ja, heel leuk. Echt met van die gezellige parasolletjes. Echt een aanrader om een keertje naar Lochem te gaan, vind ik. Nou, Ali is even een foto aan het maken. Ik denk niet dat het helemaal lukt, want het is niet heel... Ik kan niet heel dichtbij komen en daardoor krijgen we de foto dus niet heel mooi scherp volgens mij. Maar we gaan nog even proberen om hier door het gras heen te banjeren. Wij zijn weer terug op de camping en Ali vond het niet zo gezellig buiten bij onze caravan. Dus... ik heb wat gekocht bij de... waar waren wij? Lochem. Bij een winkeltje in Lochem. Ja. We hebben deze gekocht. Want deze komt gewoon bij de Zeeman. Deze vandaan. Is van de Zeeman. Dit is op zonne-energie. Deze is een plantenbak. Die is ook van de Zeeman. Zetten we hier neer. Kijk, het tafeltje is nu nog een beetje kaal. Ja. Maar daar gaan wij veranderingen brengen. Deze dachten wij, die is handig voor in de afwasbak. Ook bij de Zeeman. Allemaal een eurootje of zoiets. En dan kunnen we het aanrechtje schoon strijken na de afwas. Dus dat hebben we gekocht. En dan had ik nog iets. Oh ja, ik dacht een leuk tafelkleedje. Zo, kijk nou eens. Ja, wat een gezelligheid ja, dit. Dit is leuk. Kijk, dit doet al veel anders aan. Ja, zie je mensen. Maar eenmaal bij de kassa... het was geen tafelkleedje. Weet je wat het is? Nou? Het is een theedoek. Want ik zeg een theedoek? Ik zeg tegen die vrouw... heeft u nog andere tafelkleedjes als deze? En toen zegt zij... ja, maar het is eigenlijk een theedoek. Nou, ik zeg, ik gebruik hem als tafelkleedje. Superleuk winkeltje in Lochem. Ik vind het gezellig. Pluk jij even wat bloempjes... Waar precies? Ja, daar. Even wat van dat leuke gras. Maar hoe bedoel je? Zo pluk je bloempjes. Kijk. Dat zetten we even op de tafel. Sorry hoor. Dat moet even een stukje van af. Dat zet je dan op de tafel. Nou ja, ik zie het nu nog niet, maar... het moet even vol. Ga jij even doen. Ik heb hier alle vertrouwen in. Nee, moet ik dat doen? Ja, dat kan jij wel even doen. Even wat dieper. Dieper? Dieper het gras in. Kijk, daar staan beteren. Kijk, daar. Daar. Kijk uit voor de brandnetels. Ik denk dat het wel genoeg is. Of nog een paar. Wat denk je? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe jij dit voor je ziet. Even gezellig. Nou, met kluit of zonder kluit? Nou, we kijken wel even. Pak even een schaar. Ja, zo ja. Zo leuk. Nou, kom maar. Ik moet het even fatsoeneren. Dit wist ik al. Wat? En nu zien jullie het ook een keer op camera. Wat bedoel je? Nah. Jij doet dit wel met meer gevoel. Nou, dat weet ik. Ik zie dat gelijk. Ik zei net toch, ik kan dit niet. Nou ja, dat is echt niet aan mij niet besteed. Zo goed, maar ik probeer ook maar wat.
Nou, ik denk dat we wat meer moeten. Want het is natuurlijk een breed bakje. Snap je? Ja, er moet even wat meer bij. Oh. Veel te lang. Nou, als we er nog even wat meer bij doen, is het best leuk, denk misschien ik hoor. Misschien moet het iets korter nog, of niet? Ja, ietsje korter. Ja, of je moet het binden. Nee, doe maar iets korter. En dan doen we er nog meer in. Ja. Dat bakje moet helemaal vol. Ja. Dus dan moeten we deze lengte aanhouden, snap je? Ja, zo doe je dat. Super mooi. Vind je dit wel leuk? Ja. Leuk gedaan. Nee, ik vind het echt leuk. Ja? Ja, zet op de tafel. Kijk dan hoe gezellig. Ik zit er nog niet helemaal naar mijn zin in. Vind ik. Ik ben er niet weg van. Ik vind het wel gezellig. Nou, wij zijn even een koffietje aan het drinken. Heerlijk in alle rust op de camping. Maar ik heb mijn band weer op moeten zetten, want ik heb er allemaal pukkeltjes bij mijn haar gerenst. Ik denk dat ik zonne-eczeem heb. Vreselijk. En daar ligt iemand voor Jaffa. Pampusje. Weet je wat ik ook nog wel wil kopen? Een rek voor een hangmat. Oh ja. Wij hebben nog een hangmat. Ja, we hebben een hangmat. Een auto. Maar een rekje daarvoor. Je hebt eigenlijk bijna nooit... Wij hebben toen van die boomhangers gekocht. Maar je hebt eigenlijk bijna nooit de perfecte bomen. En de perfecte maat tussen de bomen. Of het is net te ver uit elkaar, of het is te dicht bij elkaar, dan heb je een hangstoel. Of er staan helemaal geen bomen. Of er staan helemaal geen bomen, ja. Dus ik denk... Luister. Hoe ga je dat allemaal meesjouwen dan? Dat zijn buisjes, die ga je uit elkaar doen. Ja? Dat denk ik. Dus daar gaan we even onderzoeken. Van de week al een paar keer aan gedacht. Nou, dit is het geworden. Ik vind het wel gezellig. Ik ook. Ja, hè? Ja. Dit heeft Ali uiteindelijk gemaakt. Ja, ik wist niet dat ik dat in me had. Nee. Ik heb het iets korter geknipt. Je bezit over veel talenten. Ja. Nou, wij gaan snacken vanavond en we gaan naar het plaatsje... Dute. Nee, dat is de snackbar. Oh, ik dacht dat dat plekje zo heette. Nee. Dat plaatsje. Beltrum? Beltrum. Beltrum. Ja, dat was de dichtstbijzijnde snackbar. Dus daar gaan we even naartoe. We gaan even snel met de auto heen en weer. Dit is de eerste keer dat wij de auto gebruiken. Ja. Weer. En we hebben alles op de fiets gedaan tot nu toe. Ja. Ali heeft de fles. Die is leeg. Leeg. We hebben nog een volle in de auto staan, dus die wisselen we gelijk even om. En nou, dat was het. Weet je wat je gaat nemen? Ja, een kaasvlee met pindasaus. Standaard recept. Ik neem denk ik een kipcorn. Oh, lekker. Want ik hou van... Niet van, je hebt van die kaasvleeswaaiers. Die wil ik niet. Oh, ja. En die hebben ze vaak bij andere snackbars. En als kaasvlee er recht is, dan wil ik hem wel. Wat ben jij moeilijk, joh. Anders neem ik een kipcorn. Campy. Nou, hier is het. Een lekkere bami-schijf. Die hebben we even door de helft gedaan.
Lekker. Maar weet je wat mij opviel? Nou, ik had een patat middel besteld. Nou, dit is gewone patat. Nou, er is gewoon ook echt geen schepje meer bij gedaan. Ja. In die zaak. Het is gewoon bakje vol. Mm-hmm. Wauw. 3 keer 5. Wow. Oh. Wow. Dit is een gouden worp. Lonely. I am so lonely. Ze zijn samen. 1 worm, 2 worm. Even kijken hoeveel ik er heb. Ja, dan gaan we het ook nog even uittellen. Om zeker te zijn tellen. Dat jij al gewonnen ja. hebt. We gaan het even tellen. 2, 4, 6, 8, 9 + 6 = 15 wormen. Gefeliciteerd, ik ga jou trakteren op een ijsje. Oh, fantastisch. Ja? Ik trakteer jou wel. Nee, ik trakteer jou. Hoe gezellig dit lampje brandt. Het lijkt alsof er een vlammetje in zit. Zeeman. Bij de zeeman, erg gezellig. Nou, kom, we gaan even een ijsje scoren. Oké. Okay. Kijk even naar deze broek. Ja, mensen, zien jullie hem? Oké. Okay. Deze broek. Loop maar even mee. Deze broek had ik meegenomen als chill outfitje. Hè? Zo'n lekker leggingtje waar je dan niet over na hoeft te denken. Die pak je uit de kast. Van de week, toen werd ik wakker in de caravan. En toen stapt Ali uit het bed. En toen dacht ik, wat heeft zij nou aan? Heeft zij mijn chillbroek als pyjama gebruikt? Nou, en dat lacht toch lekker? Ik heb er wel een beetje in gezweet. Klein beetje maar. Dat dus. De tap 400. Oh ja. Zo leuk dat dit onze buren zijn. Wij zijn hier eigenlijk nog niet geweest. In dit straatje. Maar kijk, dit is ons dakje. Kijk hoe gezellig. Een ijsko kopen. Er is hier ook nog appeltaart. Appeltaart? Ja. We gaan hier kopen, hè? Echt? Ja. Oh, het licht er is geen licht in die koelkast, maar er is appeltaart hier. Oh, dat en wist ik niet, joh. Nou ja, dat weet je nu. Radler, of niet? Ja, volgens mij wel. Hebben wij er ook licht? Nee, wacht even dan. Ik doe even een lamp aan. Wow. Oké, okay, je kan een gewoon ijsje, zeg maar. Die wil ik niet. Ik neem denk ik een toeter. Of hoe heet zo'n ding? Die doen wij altijd een toeter. En je hebt zo'n soort van Magnum. Classic is dit. Ja. En je hebt met nootjes. Ja. En dit is volgens mij gewoon een raket en dat is een kinderdingetje. En dit is gewoon roomijs, ja. Toch? Nou, ik neem deze. Mag oh, ik ga niet kiezen. Ja, mag tuurlijk. Ik deze nemen? Ja, ik trakteer. Ja, jij trakteert. Nou, ik doe deze met nootjes. Dat dacht ik al. Oké, en hoe gaan wij dit betalen? Dat hoef je niet te betalen. Dat schrijf je hier op. Onder welke naam is deze camping geboekt? Dat weet ik niet. 22. Ik doe even /ras, want ik weet niet, volgens mij, ik dacht dat het mijn naam was. Zo. Ali voelde zich schoon, maar die moest van mij even zo'n vochtig washandje over de voeten halen. Laat even zien. En het resultaat. Het is schoon hoor. Oh, het is schoon. Laat maar even zien. Ja. Nou. Nou, het valt mee. Even serieus, het is best schoon. Het valt mee. Wij zijn net eventjes in de tap 400 bezig. Kijk, want die staat achter ons. Ja. En
die buren die waren zo vriendelijk om ons even een tour te geven door de caravan. Super lief. En ja, dat was ook een hele mooie caravan, want er zit natuurlijk een vast bed in. Kijk, en dan heb je dit tafereel niet meer, wat we nu... Dit is ook gezellig. Dit is ook gezellig, dat is waar. En weet je, dan ga ik jullie nog even wat vertellen. Ik ga jullie een geheimpje vertellen. Vandaag waren wij op de heikamp, daar gingen we pannenkoek eten. En er stond zo'n jeep, zo'n landrover. Die stond daar met een daktent. En wat wilden we toen? Toen wilden we ook wel weer een daktent. Ja, vreselijk. Wij gaan alle kanten op. En uiteindelijk ben ik gewoon tevreden met wat ik heb. Want ja, we kwamen hier weer teruglopen. En dan zeg ik tegen Nel, je bent er gewoon gek als je dit wegdoet. Want dit is wel gewoon alles wat we nodig zijn. Ja. Maar er staan zoveel leuke dingen op een camping. Oh, daarnet liepen we ook nog even een rondje achterin. Staat er ook zo'n land over. Ja. Zo leuk. Maar wij vinden gewoon heel veel dingen leuk. En dat... dat is toch ook goed? Dat je gewoon voor veel dingen open staat. Ja. Ja, dat is ook wel te zien in ons schuurtje. Zeker. Een schuurtje met allemaal fietsen. En een schuurtje met een kano en ja, 7 fietsen. En... ja. Oh. En wat me ook opviel bij de TAP 400. Wij hebben natuurlijk dat mankementje met de sierrand. Dat hebben jullie allemaal meegekregen. Dat wordt volgens mij ergens... in na augustus week 33 hebben ze tijd. Na week 33? Ja. Oké, okay, nou, dan wordt het dus gerepareerd. Maar die TAP 400, die heeft dus voor de helft van die sieranden. Dus die sieranden die stoppen boven die handvaten. Ja, net boven de handvaten. Dus nu konden wij ook even goed bekijken hoe het onder die sierrand, hoe dat zit. Want de dealer zegt dus dat het niet uitmaakt qua lekkage. Dus dat we gewoon nu in de regen kunnen staan en dat het niet lekt. Ja. En dat geloof ik dan ook wel, maar nu heb ik gezien. Het is gewoon mooi afgewerkt, ook onder die sierrand. Ja. Ja. Dus dat vond ik ook wel even fijn dat om dat gewoon even te zien. Maar hun rand leek wel wat harder. Vond je niet? Wij hebben een beetje rubber. Ja, ja, dat vond ik ook. Hun leek meer... dat van ons is wat flexibeler. Plastic, hoe noem je dat? Kunststof. Ja. Ja, ben je armspieren? Ik heb inderdaad. Dit zal is best even zwaar overnemen? Hoor. Ja, dit is heel zwaar. Wow. Doe dat maar eens. Ik heb straks pak even zo'n spa-flesje. Een gespierde. Hallo, kijk eens thuis. Pak even een spa-flesje en hou hem even 5 minuutjes voor je. Dit lijkt op Nederland in beweging. Ja, Nederland in beweging, ja. Ja, zijn er 5 minuutjes om? De volgende hand. Nee, maar dat is best zwaar dit. Ja, dat weet ik. Ik heb straks één zo'n spierbal. Een ja, vlogarm. Één bal. Ja, één bal, ja. Nou, mensen, wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En we zien jullie de volgende keer weer. Ja, we vonden het gezellig.